Zoals je kan zien, wordt de video op dit moment beoordeeld door El. Zij vindt hem leuk. Dat stukje wat ze nu kijkt, daar staat eigenlijk alleen maar muziek onder. Het heeft een beetje te maken met het ratelen van mijn motor. En dat is gewoon heel naar om naar te luisteren. En dat is er inmiddels, is dat er grotendeels uit. Dus bij de volgende filmpjes hoor je het ratelen niet of zul je meer motorgeluid horen. Maar dit filmpje is echt wel heel slecht. Dus ik heb geprobeerd er iets van te maken. De beelden te laten zien van Limburg. Het is een filmpje van 20 minuten. Het eerste stuk is het meest actief qua gesprek. Het laatste stuk is het meest actief qua beeld. Op het eind hoor je mij een beetje moeilijk praten. Het laatste stukje naar het appartement wat we gehuurd hadden, dat was echt slecht voor mij. Ik had namelijk echt zo'n enorme buikpijn. Waar het aan lag, geen idee. Mogelijk moest ik naar het toilet, ik heb echt geen idee. Maar fijn was anders. Dus als je het laatste stukje denkt, goh, wat hoor ik toch? Ja, dat ben ik. Dus, veel plezier met kijken. En tot de volgende keer. Tjus! Ik vind toch dat jij ook een camera moet hebben. Oh, dan kan ik jou zien, ja. Ja, dan kan ik mezelf zien. Ja, precies. Nou ja, dan kunnen we regelen, toch? Laten we eerst de vakantie maar eens regelen. Wat doe je? Wat deed je? Nou, ik ging even door de bochten als ik bij jou achterop zat, zeg maar. Heup erin. Ja, ik zit nou zelf op de motor die er ook op reageert. Ik ging in één keer in die zit. Ik denk, oh. Nou, dan weet je meteen hoe dat de eerste keer voelde bij mij toen je dat deed. Ja. Ik weet nog dat ik dat mee weer reageerde. Oh, doe je dat? Je merkte gewoon dat die auto aan het inhouden was. Ja, kom op. Ja, precies. Zit je bewust in mijn koffer of? Nee. Zit ik er nou iets op de show? Ik vond het zo'n leuk shot. Ja. Hey, taxi go. Wherever you go, taxi go. Oh, had je je pasje gewoon wat af? Nee. Niet? Nee, die heb jij toch? Nee, die heb ik op jouw spullen gedaan. Echt niet? Echt, serieus, you're fucking with me, right? wacht even, dat is gas. Wow. Zag je hem? Ja, dat was mijn duif, maar het kan. Wow, paniek, peeuw. Au, en trouwens, mijn naam is Edie. En achter mij rijdt... Doe even zwaaien, misschien dat ik je zie. Ja, precies. Eigenlijk was de bedoeling dat we naar de Eifel zouden gaan. Maar ja, iets met COVID-19 en virus en gesloten grenzen en dat soort dingen. We mogen dus niet Duitsland in. Beetje jammer. Maar ja, oké. We hadden wel drie dagen vrij staan. En ja, goed, die kun je dan weer inleveren. Of je gaat ze alsnog weg. En dan
gaan we gewoon in het mooie Nederland eens even kijken. Dus we hebben besloten om richting Limburg te rijden. Hallo? Ja? We hebben besloten om richting het mooie Limburg te rijden. Ja, hallo. Dat klopt. Oh, hè? Je bent er nog. Rechtsachter je. Oh, yes. Daar waar ik hoor. Kentje blaad. Nou, jouw topkoffer beweegt ook. Zit je daar gewoon naar de topkoffer te kijken? Ja, nou, je kont kan niet, want de topkoffer zit in de waagje. McDonald's. Oh nee. De Burger King. Ook goed. Die hebben ook milkshakes. Die hebben nog shakes. Nee. Oh. Wat ben je met 20? Ah, ik denk dat ik een vrachtwagen ben. Hallo, waar ga jij heen? Ik kom er niet terug. Ja, hallo, je had hier toch een vak? Ja, dat kan. Vrouwmens dat je er bent. Ja. Jongen. Hallo, ga je de hele parkeerplaats weer af of zo? Nee. Ik ga gewoon nog even parkeerplaats. Je wil gewoon de bosjes in. Kijk, er staan hekken, dat kan niet. Ik kan het niet omdraaien terug. Geen voetje dat ik vol. Goed bezig. Oh, je verwacht wel een hoop van doos, heb je? Nee hoor. Tempo, niet? Nee. Och, dat valt me tegen. Wel een leuk wegje. Zeker. Je krijgt zo meteen een T-splitsing. Hier zo dus. Daar kun je misschien blokkeren. Hou hem nog rechts aan. Oh, kijk eens. Wat hebben we hier? Ja, we. Is dat hem? Joh, Maastricht Airport. Oh wauw. Jij ziet mijn tomtom niet. Oh wauw. Oh wauw. Ja. Oké, mijn reactie was misschien wat overdreven, maar... Jezus, maar dit is wel echt een biljartbal, ik word echt Prit Dekker, shit, hoe heet het nou? Ik zou even op je snelheid letten. Shit. Gaat-ie? Snap je nou waarom ik een beetje... Het zijn maar drie bochtjes, maar toch. Hé, hey, die waterpomp daar zo, dek. Wat doe je? Er zit een vlieger in je neus. Hoe krijg je dat dan weer voor elkaar? Vizier open en zo. Nou, dan zal ik maar even die vlieg heel gauw uit je neus halen, want ik denk dat we er een paar leuke bochtjes bij krijgen. Denk dat ik bijna tot stilstand kom, dus pas op. Nee! Okay.
Oké, doorrijden. Ja. Niks aan de hand. Wauw. Ja, jij ziet niet, maar je ziet mijn tomtom niet. Wauw. Leuk. Oh, auto. Oh, lekker door. Dan gaan we zo. Ruik eens. Ruik je dat? Ja. Wat ik gebeurt nog met de deel. Oh, zo. Oh, lekker. Hoe vond je het? Ja, lekker. Heerlijk. Oké, bochtje naar rechts en dan krijgen we die doordraaien naar links. Ja? Ja. Oh, let maar op je snelheid. Ha ha ha!
lekker, hè? Aha. Aha. Ja, maar als we dat wel blijven doen, dan doen we dat in de berg ook beter. Ja, precies. Ik wacht nog geen golf op het testen. Je hebt de neiging om in te sturen, hè? Ja. Ja, ik ken dat. Welke kant ga jij op? Welke kant ga ik op? Aha. Jouw kant. Weet je dat zeker? Nee, ik geef geen richting aan. Hij was het. Oh. Ik heb het niet verzonnen. It wasn't me. Wow. We'll be right back.
Oh, shit. Dank je. Hallo? Ja. Oh, daar moet je zijn met het Witte Huis. Verderop. Daar waar jij rijdt. Denk ik.